Vandaag, jongens, zijn we helaas geprankt voor 1 april. Het is inmiddels natuurlijk al geen 1 april meer. Maar ik kwam binnen en ik zag een bijtje. Ik denk, wat doet een bijtje nou ineens in mijn basis? Dus ik loop door en ik zie dat het afgesloten is. En vervolgens zie ik allemaal nog meer bijtjes rondvliegen en mijn vogeltjes. Ik weet niet hoe jij bent binnengekomen, maar ik wil ook naar binnen. En ik ben nog verder niet binnen geweest, dus ik weet niet precies wat ik moet verwachten. Maar ik zie een bordje staan met Kingdom Bij heeft gesproken. Dit heeft Nathan gedaan, jongens. We gaan wraak nemen. Maar leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe content 1 aflevering. Bam! De editor heeft weer een leuke gif in elkaar geflanst. Mooi. Ik heb overigens mijn texture pack even uitstaan. Want voor some reason als ik hem aanzette, dan kreeg ik dit ineens. Ik denk, wat is er aan de hand met mijn Minecraft? Alles is gewoon gebukt. Het ziet er lelijk uit. Dus vandaar dat we even zonder texture pack spelen. Maar laten we even naar binnen gaan. Wat is hier allemaal gaande in mijn prachtige... Oh, wat zijn het veel bijen. Oh, nee, wat zijn het te veel. Oh, nee. Mijn hele basis zit vol bijtjes. Ik ben geprankt, jongens. En heftig ook. Hier ook. Oh, mijn god. En als ik dat sloop, hebben ze ook allemaal geen huisjes meer. Hoe kan ik dit het best counteren, jongens? Wat moet ik met al die bijtjes? Wat staat hier? Wie is er nu Kingdom Bij? Ja, ik duidelijk. Oh, mijn god. Overal waar ik kom zijn bijtjes. Zeg me niet dat hierboven... Oh, hier ook zelfs. Nee, jemig, wat zijn er te veel. Oh, het houdt niet op. Sowieso hier niet, hè? Hier hebben ze niks gedaan. Nee, nee, nee. Mijn vergaderruimte die nog steeds geen vergaderruimte is, is niks gedaan. Oh, nee. Hier had ik niet op gerekend. Hallo? Nog meer? Ja hoor, het zijn er ook... Wat doe jij hierin? Laat ik gelijk alle poorten weer opengooien. Bzzz, staat er ook echt ook richting mijn slaapkamer zeker. Nee, mijn hele slaapkamer zit ook onder. Hoe ga ik dit stoppen? Hoe ga ik hier deze bijen nou weghalen? Oké, laten we dit opengooien. Het ding is, ik wil jullie best houden, bijtjes. Ik vind het prima om jullie te houden. Maar niet zoals dit in mijn kasteel. Dan wil ik jullie wel erg verplaatst hebben met z'n allen. Laten we maar gelijk beginnen met een leuke kast maken. Een kast, hoe noem je dat? Ja, weet ik veel. Een leuke bijenbende. René zegt, als je een paar kwijt wilt, zijn ze ook welkom in de jungle. Helemaal goed, René. We gaan een beetje even compromis maken. Oké, laten we eerst even wat zand smelten, want ik heb niet genoeg glas. En het moet natuurlijk wel helemaal van glas zijn. Oh, wat heb ik veel koper. Wacht, kan ik daarmee iets repareren als ik bijvoorbeeld zo doe? Even kijken hoor. Kan ik dan... Dan moet ik zeker uit de furnace moet ik het halen. Oké, wacht. Let op, hè. We gaan mijn ex gaan wel even mijn shovel gaan even repareren. Oh, dat valt wel mee. Ik had meer verwacht. Nou, op zich is hij wel een beetje gerepareerd. Hij was er net slechter aan toe. Wat is het ook heerlijk om een Elytra te hebben, jongens. Ik heb hem in mijn vorige livestream geenchant. En wat er ook gebeurd is in de vorige livestream, althans, wat ik gespot heb, is dat Floor, die heeft de... Oh, wat ziet de farm er lelijk uit. Oh, wat ziet het er lelijk uit zonder mijn texture pack. Wat mis ik met texture pack, jongens. Maar wat ik wil zeggen, Floor heeft een molentje gemaakt. Hartstikke leuk. En een teentje hier en zo. En het pad namelijk, het is echt gewoon, het wordt één groot geheel hier allemaal. Ik maak, zet even mijn render distance hoog. Je kan nu alles daar ook gewoon zien. De kerk moet ook nog afgebouwd worden. Maar het is nu tijd dat we een leuke kast maken. En ik denk dat ik die daar wil maken. Dat je dan het pad zo daarheen kan doen. Dat het uiteindelijk allemaal één grote megastad wordt hier. Je nagaan, jongens. Dit is gewoon één grote survival wereld, hè. Kijk dit dan. Ik ben er echt trots op. En ik blijf maar nieuwe projecten maken, terwijl ik oude nog af moet maken. Zoals de kerk hier. Hé, maar ik heb wel nog glas. Ah, alleen niet zo heel veel meer. Wat gaat er leuk plekjes zijn? Daar, denk ik, hè? Of juist hier ergens? Dat het misschien hier gedaan wordt. Want er wordt van alles aan die kant gebouwd. Maar er is nog bijna niks aan deze kant gebouwd. Oké, dat zou betekenen... Hier is het pad deze kant op. Dus wat nou als ik dan hier het pad de andere kant op maak? Een soort kruising hier. Dan noem ik dit ook gewoon de kruising. Ja, dat kan, ja, dat is handig. Want als mensen dan afvragen, waar moet je heen? Zeg gewoon het pad volgen. En op de kruising naar links of naar rechts. Nou, helemaal opgelost. Laat ik hem dan gewoon hier bouwen. Dit is echt een mooie plek. Kijk, dit platte stukje hier. Ja, hier gaan we het doen, jongens. Hier komt hij. Dan doen we een beetje door de bomen. Moet je er langs naartoe lopen. Wel de bomen natuurlijk een beetje behouden. Ik ben pro-natuur in Minecraft. En dan hier de kas. Ja, dit is een leuke plek. En dan moet hier een beetje wel alles weggehaald worden. Zeg net pro-natuur. Eerst volgende shot. Ik die een boom weggehaald. Oké, dit is de ingang. En ik wil de ingang met het trappetje maken. En ik wil het een soort kas maken. Maar dan ook een beetje medieval. Dus zie het als de krokante krab. Ik wil een beetje een soort van krokante krab-achtig idee maken. Maar dan wel meer in de stijl van mijn huidige basis. Ik heb echt het gevoel dat ik zo meteen mijn vogeltje dood ga slaan. Hij komt de hele tijd terwijl ik bomen aan het hakken ben, midden in mijn beeld. Vogeltje, pas alsjeblieft op. Ik kan je niet neerzetten. Ik weet niet waarom. Je bent eigenwijs. Gaat nog een keer je leven kosten. Oh, mijn inventory zit ook helemaal propvol. Oh, waarom heb ik ook zoveel troepen? Waarom heb ik zoveel shulkerboxen bij me? Overigens is dat niet heel erg. Dan kan ik hier gewoon een soort stationnetje maken met dingen
Ja, het zijn een soort van kisten, toch? Hier, daar kan ik wel gewoon mijn dingen in opslaan. Ja, alles wat met bomen en zo te maken heeft, gaat hierin. Crafting table kunnen we ook gelijk plaatsen. En alle andere troep gaat hierheen. En het leuke is, jongens, ook terwijl ik hier bezig ben. Floor heeft natuurlijk dit gemaakt, maar die is ook echt permanent hier gaan wonen. Ze heeft al haar spullen meegenomen en dit is letterlijk haar huis nu van Content Veen. Zij woont... Het is niet alsof ze hier voor de lol een huisje heeft gebouwd. Nee, zij woont hier gewoon. Moet ik hier een beetje de berg weghalen om een huis ruimte te geven. Jij moet ook weg dan, vliegende boom. Zo, en dan hier ook nog zo. Hoppakee, dan hebben we een vorm gecreëerd. Dat is altijd fijn, want dan hoef je niet meer om de omgeving te gaan letten. Zo, zolang je vorm er is, dan komt het al helemaal goed. Het leuke is, dat ze is nu ook bij mijn kampvuurtje hier. Daarachter staat daar binnenkort ook gewoon een huis. Oh mijn god, ik pak de hele tijd die stomme chestplate op. Hier, ga weg. Oké, laat ik dan wel nog even de laatste bomen eromheen weghalen. En ik kan altijd nieuwe natuur eromheen plaatsen. Kunstmatige natuur. Dan gaan we het allemaal zo carven. Waardoor je gewoon ziet dat dit geen boomstammen meer zijn, maar bouwblokken. Alright, dan heb ik nu alle ruimte om verder te gaan bouwen. Dan gaan we een beetje de hoogte in. Oké, laat ik nu dan even wat stenen zo halen. Wat ik hier bij mijn prachtige kasteeltje heb. Of bij mijn kasteeltje, bij mijn kerkie. Hier heb ik ergens nog best wel wat steen liggen, denk ik. Hoop ik, alsjeblieft. Ik smeek het zelfs. Nou, dat valt wel mee. Ik heb helemaal niet meer zo heel veel steen, jongens. Oh, hoe kan dat? Oké, laat ik even wat kobbelstenen van dit. Laat ik dat even omsmelten. Overigens ook gewoon meenemen, want dat ga ik ook nodig hebben. Ja, dat is best wel een situatie. Kijk, hier heb ik nog wat steen. En hier. En ook glas. Nou, dat is top. Laat ik dan nog meer steen even omsmelten. Zo. En dan die. En dan kunnen we daar namelijk nog meer stone bricks van maken. Oké, kijk. En dan volgen we het pad. En op een gegeven moment, na een tijdje over het pad lopen, kom je bij de kruising. En bij de kruising, hoppakee, gaan we naar links. En dan komen we aan bij onze kas. Onze beehive. Weet ik veel hoe je het noemt, maar bijenhuis. Oké, dan gaan wij even kijken. Zo. Een beetje random blokken plaatsen weer zoals altijd. Zo. Dan wil ik daarop, wil ik eigenlijk ook random blokken, maar dan in stairsvorm. En ik heb hier niet echt een... Oeh, geen stoomkutter. Nou, die gaan we wel halen, anders is het heel zonde van mijn steen. En ik heb al te weinig steen. Dan nemen we die mee. Pakken we het steen dat we hieruit gejiet hebben. Hoppakee. En dan gaan we terug. Stoomkuttertje. Plop. Hierop. En dan kunnen we van dit kunnen we heel veel stairs maken. Juist. En dan nu kunnen we aan de slag zo. Als dit. Hoppakee, dat ziet er ook al goed uit. Dan wil ik hier zo een hoog laagje en hier een laag laagje. En dan hetzelfde hier, alleen dan ook laag. Even kijken hoor. En dan hier weer hoog en hier weer laag. Ja, dit gaat leuk worden, jongens. Kijk, dit bijtje voelt zich al helemaal thuis hier. Die denkt, weet je wat, ik vind dit wel een mooi huisje nu al. Ik geef je groot gelijk, bijtje. Kijk, en puur en alleen daarom, omdat jij je al zo snel welkom voelde, ben jij de opperbij vanaf nu. Kom maar. Jij bent de opperbij. Opperbij mag nergens zijn. En we noemen hem Ari. Nee, hij is stuk. En Ari is geboren. Reageer allemaal even in de reacties als je de echte Ari nog kent van Henkie opnames. En terwijl je bezig bent, like ook even de video. We gaan voor 3000 likes. Ari, wat leuk dat je er weer bent. Echt Jotem, zou ik zeggen, als ik Henkie was. Oké, maar goed. Prioriteiten. We gaan verder met het huis. Dan doen wij op al deze dingen gooien we zo'n ster. Ja, dat gaat er leuk uitzien. En dan kijken. Wil ik het helemaal zo rondom hebben. Kost wel heel veel hout, maar ja, boeien. Dan denk ik dat ik het met steen extra omhoog wil bouwen, maar dat twijfel ik dus. Ik denk dat het ook wel als hout mooi... Ik denk dat hout ook daar wel mooi in kan zijn. Nee, laat ik wel steen doen. Is wel leuk, denk ik. En dan nu weer helemaal rondom zoals dit. Ja, jongens. Oké, dit wordt hem. Dit wordt hem. Het enige wat ik vergeet is dat er ook cobblestone doorheen moet. Ik moet wel die mix blijven bouwen. Ik moet wel een beetje in de stijl blijven vallen. Oftewel, af en toe een kobbelsteentje. Nee! Ik zei het nog, mossel! Ik zei het nog! Je gaat een keer in de weg staan! Nee! Jongens, ik zei het nog. Mossel gaat een keertje. Oh, hij was zo vrolijk dat hij aan het meevliegen met me. Naar kijken naar alles wat ik aan het doen was. En dan gaat hij dood. Mossel. Hier, laat hem heel even bij het andere vogeltje in de kist plaatsen. Hier. Hoppakee, dit is namelijk voor Karel, de andere vogel. Hier hebben we mossel erbij gelegd. Oh, vogeltjes, vogeltjes, vogeltjes. Wat doen jullie me aan? Hier, grafsteen erbij. Karel. En mossel free. Allemaal even een free in de reacties. Free Karel. Of free mossel, sorry. Oh, arm vogeltje. Ajo, we gaan verder met de dag. Oké, nu is dat gedaan. Nu kan deze laag hier ook gewoon verder omhoog. Zo. Mijn hout is op. Even kijken of er nog wat bij de kerk ligt, hoor. En of er nog wat bij de kerk ligt. Jemig. Kijk, nu krijgt hij echt vorm en zoals het een beetje hoort. Dan nu een ploertje erin. Denk hoor. Zo. En dit hier erin. Zo. Mooi trappetje naar boven. Nou. Hoppakee. Er kan er nu een vloertje in. Het wel even belicht worden hieronder. En ik vind lenters daarvoor eigenlijk zonde, maar ik heb geen toortjes bij me, dus boeien. Oké,
Arie, we gaan jou even verplaatsen. Dan ga je niet wegvliegen. Nee, oké, okay, goed zo. Niet wegvliegen, dat dacht ik al. Waar gaan we jou naartoe verplaatsen? Zo, doen we even. En dan zetten we je daar aan vast. Kijk, hoppakee. Oké, vloertje zit erin. Ik heb gewoon even een houten vloertje gedaan voor nu. Kan ik altijd nog aanpassen naar iets natuurlijkers. Gaan we nu een leuk dak maken. Maar eerst moeten we eigenlijk de bovenkant hier even netjes afsluiten. Dit gedeelte hier. En ik dacht een beetje aan dit. En dan hier ook nog een slep erop. Zo, hoppakee. Ja, dit ziet er wel leuk uit, toch? Hierna gaan dit helemaal een beetje rondom. Dan is het al netjes afgesloten. Oh, dit gaan we wel heel veel hout kosten, jongens. Oh nee, al die trapdoors. Oh, rip. Maar jongens, jullie kennen de uitspraak van Content Veins seizoen 1. Een bouwwerk zonder trapdoors is geen bouwwerk. Wijze woorden, onthoud ze vooral. Voed je kinderen met die woorden op. Dan slep ze overal tussen, zodat het er eventjes wat leuker uitziet allemaal. Hoppakee. Hier zo. Hatseflats. Jietsepoets. Batseknots. Hotseknots. Frutseknuts. Knatsepats. En boom. Hoppakee. Nou, nu ben ik benieuwd hoe het eruit ziet van een afstandje. Ook al is het heel bebost en moeilijk om te zien van een afstand. Maar ja, hier ben ik wel tevreden mee, jongens. Dit ziet er wel leuk uit, hè? En als ik even vanaf hier kijk. Ja, kijk. Dat ziet er toch leuk uit, joh. Hierna gaan allemaal glas er nog in. Hier, dan doen we nog even trapdoors zo. Trapdoors, wat zeg ik? Dat zijn stairs. Zo. Om nog een beetje extra diepte te krijgen. En dan nog een trapdoor zo. Even kijken. Ja, dat is leuk. Althans, nee, die moet wel weg. Die moet weg. Oh, nee, niet die. Zo, want dan krijg je een beetje alsnog dat puntgevoel, weet je. Ja, kijk, dan krijg je zulke glazen. Dat is wat ik wilde. Dan hier allemaal trapdoors. Nog meer trapdoors in het bouwwerk, want we hadden nog niet genoeg. Ja, oeh, dat is sexy. Ik weet niet waarom ik het sexy noem. Oh, ik heb zoveel nieuwe trapdoors moeten maken, jongens. Al dat hout wat je net zag, moet ik gewoon allemaal verbrassen in trapdoors. Maar dat maakt het wel heel mooi. Het maakt het wel echt heel mooi. Ik red het gelukkig nog wel. Dus dat scheelt dat niet mijn trapdoors nu op zijn. En hoe ziet dit eruit? Oh ja, dit ziet er goed uit. Oké, waar is het glas? 14 glas? Oh, ik kan het zeggen. Had ik maar 14 glas, joh. Ik schrok al. Oké, laten we dan even wat glas erin stouwen, douwen. Zo. Oh, dit kan natuurlijk niet. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Dat kan niet. Oh, mijn god. Oh, wat zonde. En ik wil geen vierkante dingen. Ik denk niet dat ik dit wil zo vierkant. Maar ja, misschien heb ik wel geen keus. Kan het mogelijk met een blok doen? Ik weet niet of dat leuk is. Misschien met steen. Want er zit al steen in, weet je. Hier. Wat nou als ik het zo doe? Dat kan nog wel eens, denk ik. Oké, laat ik dat gewoon eens doen. Als het niks is, haal ik het gewoon weer weg. Of, stom dat ik het op ideeën kom als ik er al, zeg maar, als ik het al gebouwd heb, weet je. Wat nou als ik dit doe? Het is misschien heel gek iets, hoor. Maar diepte in het glas creëren door op deze manier dit te doen. Dit. Oh, dit kan nog wel eens. Kijk, want dan kan ik wel stairs doen. En dan misschien het helemaal naar beneden brengen. Oh, ja. Kijk even. Het verschil. Dat gaan we doen. Klaar. Punt uit. Nu kan ik het misschien zelfs alsnog met het hout doen. Blijf bezig. Zo. Okay, wacht even. Wat is leuker? Ik hier dan met het steen doe of met het hout? Als ik er zo op af kom lopen. Wat zie ik grager? Wat zie ik liever? Links of rechts? Ik denk dan toch het steen, for some reason. Als je het niet meer eens bent, laat het maar weten in de reacties. Dan gaan we nu al het glas erin plaatsen. Zo, al het glas zit er bijna in. Dan is in principe de onderste verdieping klaar. Er komt geen tweede verdieping op, hoor, natuurlijk. Maar er moet wel gewoon een dak op. Dat wordt natuurlijk in de krokante krapvorm. Want tot nu toe heb ik nog niet echt mijn belofte nagedaan dat ik zei dat het een krokante krapachtig iets wordt. Veel ramen, dus veel licht voor de bijtjes. Dat is goed. Hoppakee. Zo, ramen zitten erin. Dan nu een deur. Laat ik die een beetje hetzelfde bouwen, als dat kan. Een beetje zo, zo, en dan daar slabs tussen. Nou, daar misschien zelfs een houten randje. Hier, kijk die weg. Zo, ja. En dan daar ramen. Ja, dat is wel leuk, hè? Dan ook echt in deze stijl zo. Ah, dat blokje daar, dat irriteert me echt heel erg zo. Hoppakee. En dan zo. Kijken. Ja, nou, dit ziet er leuk uit. Mooie ingang. Althans, is nog niet helemaal klaar. Kijken. Is dit beter? Als ik het misschien met vensters doe. Ja, dit is wel leuk. Dan hier nog zo. Kijken. Misschien zo. En dan daar een deur. Ik heb toevallig twee deuren. Dat meen je. Ik nam ze mee inderdaad. Ik dacht, nou, ga ik deuren nodig hebben? Maar natuurlijk heb ik deuren nodig, want die bijen mogen niet ontsnappen. Zijn daar stenen stairs niet gewoon mooier trouwens hier? Jawel. Zeker wel. Nou, oké. Dan hier dit gelijk even leuk maken. Zo. Venster onder. Zo. Oh, even kijken. Zo. En dan een venster onder. En dan hier een fans met daarop allebei een lantern. Althans, hij moet wel iets hoger dan. Zo, zo. En daarop een lantern. Allebei de kanten. Hoppakee. Ja, dat ziet er leuk uit. Alright, dan nu tijd voor het dak. In principe is dat zo gedaan, denk ik. Gaat ook helemaal van glas zijn en zo, het dak. Gaan we in dezelfde stijl omhoog als dat we met de kerk doen. Dus dat is een beetje best stijl. In plaats van één blokje telkens met twee omhoog. Maar misschien dat ik hem dan wel rond afrond in plaats van zo puntig. Om een beetje een verschil te krijgen van, hey, dit is iets minder kerkachtig en dit is meer gewoon een, ja, een bijenkast. Door dan nu hier. Wacht, het moet wel twee dik zijn trouwens.
dus het moet wel zo. Ja, oké. Oh, mijn hout is zo weer op. Ik moet weer nieuw hout halen. Nou, let's go. Hoppakee, terug naar de kerk. Logische plek waar al mijn hout ligt. Hier. En dan kunnen we gelijk een beetje zien hoe die er van boven uitziet. En ja, ik ben er wel tevreden over, hoor. Het is lekker groot, is hij. Het is wel nog best wel een werkje om dit dak te maken. Ik dacht, het is zo gedaan. Maar nu ik er zo mee bezig ben, het is best wel nog even een dingetje. Telkens al die blokjes plaatsen op een goede plek. Dat klinkt echt heel stom, want het is Minecraft. Telkens die blokjes plaatsen op die goede plek. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Oké, zo. En dan heb ik het midden bereikt, volgens mij. Klopt dat? Ja, dan heb ik het midden bereikt. Oké, dan moet het nu alleen even hier op al die andere paaltjes. En dan mag ik de andere kant gaan doen. En dan mag er overal glas tussen. Ja, dat gaat er wel leuk uitzien. Ik heb er veel vertrouwen in. En hoppa! Zo, dan is dat ook gedaan. Dan gaan we even kijken hoe het eruit ziet qua vorm. Oeh, dat ziet er nice uit. Alright, laten we dan nu wat extra details toevoegen. Het glas erin douwen en dan is hij eigenlijk af van buiten. Dan kunnen de bijtjes erin. Best wel een rommeltje dit, om eerlijk toe te geven. Dit plafond tot nu toe. Maar ik probeer het beste wat ik er nog van te maken. Wat ik nog kan doen. En dat komt wel goed, jongens. Hier, kijk, doen we hier slabs overheen. Hoppakee. Doen we hier gewoon lekker nog hout tussen. En dan eindigen we hier met glas. Enig is dat ik dan ook weer normaal glas nodig heb om hier het midden op te vullen. En daar heb ik er niet meer zoveel van. Dus ik heb... Oh, nee. Ik heb veel meer glas nodig, jongens. Ja, dat kan ik wel kopen. Volgens mij kan ik bij Anne de Winkel... Kan ik dat gewoon allemaal nog kopen. Kijk, dan kun je in ieder geval zo... Hatsen, patsen, hatsen, flats doen. En hier gaan we ook nog dingen plaatsen. Hier komen nog paaltjes. Kunnen we glas tussen doen. Oeh, nee, trouwens. Zeker niet. Dat glas, dat komt gewoon leuk hier. Zo. Zoals het hoort. Met de slab erbij. En dan, hoppa, kijk. Hier nog leuk wat glas bij. Ja, dit ziet er leuk uit, jongens. En we zijn nog meer trapdoors aan het plaatsen. Ik dacht dat legit het volgende gewoon zou zijn. Stairs erop, klaar en glas erin. Maar nee, we zijn eerst nog meer trapdoors aan het plaatsen. Het normale hout wat eronder zit is bijna gewoon niet meer te zien, jongens, op het moment. Hoe kom jij hier? Hoe kom jij op het dak? Hallo, geef mijn trapdoor eens terug. Ik kom één trapdoor tekort. En dat is precies die ene trapdoor die zombie van me genakt had. Rotbeest, jongen. Oké, we zijn begonnen met de eerste laag. En ik moet zeggen dat het er wel heel leuk uitziet zo, dat glas er doorheen. Misschien dat ik nog een soort randje over de bovenkant wil laten gaan, die je dan een soort van toch ondersteunt. Maar dat kijk ik straks wel. Ik doe eerst het glas en als het uiteindelijk te veel glas is, dan gaat het bovenste randje ook van hout worden. Oké, mijn glas is op. Ik ga naar René toe. René, heb jij wat glas voor mij? Alsjeblieft. Ja, ze schudt ja. Yeah! Het is wel te weinig. Wacht, ik heb al wat voor je. Hier, kijk. Als je nog meer voor me hebt, krijg je 3 diamonds. Oh, je hebt niet meer? Ze heeft niet meer. Nou, dan doen we het maar met de 35 die we hebben gekregen van. Dat is ook prima. Denk jullie niet? Laat ik dan heel even bij het winkeleiland bij Anne kijken of zij misschien wel meer heeft. Glas. Oh. Hoeveel kost dat? 1 stack, 1 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks kopen we. Dat kost dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamonds. Hoppatee. Nou, dan kunnen we weer terug. En hoe ziet het eruit als het is ingeladen? Oh, jongens. Daar ben ik trots op. Daar ben ik blij mee. Met het huisje. Ja, hier zijn we blij mee. Met de kas. De broeikas. En we hebben genoeg glas. Dus laten we hem gelijk afmaken. Oké, we zijn bijna klaar. Nog maar 1 laagje hier. En dan is hij helemaal af. Van buiten. We moeten wel van buiten achterblijven zeggen. Want hij is van binnen nog lang niet af. Zo, hoppakee. Nou, dit ziet er goed uit, denk ik, hè. Even kijken. Ja, dat ziet er goed uit. Het is echt een kas geworden. Laten we even vanaf hier kijken. Of vanaf hier. Ja, kijk, je ziet duidelijk het verschil. Het is misschien een beetje heftig. Maar je ziet duidelijk het verschil tussen huizen en kassen nu gewoon. Dat als je hier aankomt, zo. Oeh, dat was veel damage. Dat je aankomt lopen, dat je die kas al ziet. Er moeten nog wat blaadjes bij. En de bijtjes moeten er natuurlijk nog in. Maar als je erin staat, krijg je wel echt zo'n lekker luchtig gevoel. Van hé, dit is een kas. Behalve feit dat er best wel wat stenen is verwerkt, maar dat maakt niet uit. Nu moet er eigenlijk even gras in plaats van hout. Ja, ik heb best wel wat gras en daarna ook nog wat dirt, dus dat ga ik gelijk pakken en gebruiken. Laat ik het dan heel even opvullen eerst daarbinnen. Wat we dan doen is af en toe zo even plaatsen en dan ineens zo, hoppakee, een grasblokje erbij. Want dat kan het gras zo meteen natuurlijk gewoon gaan verplaatsen. Uiteindelijk spreidt het zich gewoon tot het allemaal gras is geworden. Hier doen we nog een grasblokje. Hier doen we nog een grasblokje. Dan hebben we er nog 2. Dan doen we hier nog 1. En dan hier nog 1. Nou, dan kan het gras nu langzaam gaan verspreiden. Laten we in de meanwhile eventjes dingen ophangen voor wat lanterns, zoals dit. Gewoon even een beetje licht. Kijk, kunnen we mooi aan waar het bijtje aan hangt, kunnen we ook een lantern plaatsen. Oké, nu wachten tot het gras is verspreid. Hallo Robin! Hey, welkom in mijn bijenkas. Wil jij me één laatste taakje helpen? Ja, tuurlijk. Daarom ben ik hier toch. Eigenlijk... Ja, om mij weer te helpen. Ja, eigenlijk wil ik naar de andere, zeg maar,
ik zat hier, dus het was meer problemen eigenlijk. Kom, kijk. Ik heb een leuke taak voor ons. Ik wil al die bijtjes, die wil ik met leads meenemen. En dan naar het bijenhuis brengen. Dus als jij alle huisjes sloopt, neem ik de bijen mee, oké? Nee, want dan gaan ze me aanvallen. Nee, niet als ik ze eerst meeneem. Dan sloop jij daarna de huisjes. Ik ga even bijen zoeken. A few moments later. Kom maar jongens, we zijn uitverkoren. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Goed zo, en dan doen we hoppa. Allemaal aan hetzelfde dingetje, samen bij Ari. Nee, ze zijn boos. Nee. Waarom zijn ze boos? Oeh, rennen. Ze mogen me niet prikken. Nee, niet boos worden. Vrolijk het huisje. Nee. Niet prikken, dan gaan jullie dood. Als jullie prikken, gaan jullie dood. Oh. Yeah, daaraan. Oh, oké. Okay. Oh mijn god, nee. Er zijn er heel veel losgekomen. Allemaal naar binnen. Oké, dit is genoeg. We hebben er nu genoeg, denk ik. Ja? ja, dit is wel genoeg. Oh mijn god, wat heb ik veel bijen. Laat ik dan nu even die huisjes allemaal plaatsen hier. 1, 2, 3. Huisje. Hier ook eentje. Huisje. En dan voor nu hier ook een huisje zo. Oh. Heb je misschien wat eten voor mij? Ik ben echt binnen één klap dood. Dat had hij nooit moeten zeggen. Hij had wel gelijk. Hij was echt binnen één klap dood. Nou, dit is het laatste bijtje die ik meeneem. Kom maar, jij bent de laatste. En dan is het wel mooi geweest. Dan alle andere bijtjes die nog in mijn kasteel zitten, die moeten dan helaas dood, jongens. Want anders zijn er echt te veel. Nou, welkom in jullie nieuwe huis. Dames en heren, leuk dat jullie erbij waren. Haha, snap je? Ja, leuk hè. Vergeet niet te abonneren, te liken. En dan zijn jullie de volgende keer er weer bij. En...